Mevrouw Van der Graaf, zes zetels zijn de peilingen, de laatste peilingen voor de ChristenUnie. U staat op plek 6, kat in bakkie. Nou, we hopen vandaag natuurlijk heel veel vertrouwen te krijgen van de kiezer. En als dat uitkomt op 6 zetels, dan zijn we als ChristenUnie ongelooflijk dankbaar. En ik in het bijzonder. Is er iets wat de verkiezingsstrijd volgens u heeft gedomineerd de laatste tijd? Nou, wat ik wel heb gezien is dat er heel veel mensen zich natuurlijk zorgen maken over deze tijd in corona en alle maatregelen. En ik heb gezien dat dat voor veel mensen toch wel de grootste zorg is waar ze op dit moment mee te maken hebben. En dat heeft wel echt een rol gespeeld, denk ik, ook in de afgelopen weken. En wat ik hoop is dat mensen ook hebben gekeken welke plannen partijen daarnaast hebben. Want we maken vandaag een keuze voor de komende 4 jaar, voor de toekomst. Nou zegt Wopke Hoekstra, zei hij gisteravond en eergisteren zei hij dat ook al. De huidige coalitie moet worden voortgezet. Ziet u dat ook zo? Ik denk dat vandaag eerst het woord is aan de kiezer. Dus de partijen hebben laten zien waar ze voor staan. En vandaag moet de kiezer zeggen, wie vertrouw ik mijn stem toe? En dan is het niet in eerste instantie aan de ChristenUnie om te zeggen welke partijen dan met elkaar gaan regeren. De grootste partij zal daar het voortouw in moeten nemen. Als het gaat over de ChristenUnie hebben we wel gezegd, wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Dus we zullen een nieuwe afweging moeten maken, maar laten we eerst het woord aan de kiezer laten en de verkiezingsuitslag laten spreken, voordat we gaan spreken over formeren. Als je kijkt naar wat de Groningers vinden dat er nou eindelijk eens een einde moet gemaakt worden aan dat gedonde over die aardbevingen. Die zien eigenlijk een kabinet Rutte terugkomen, niet met veel liefde eigenlijk. Ik zie de zorg en de pijn in de ogen van de Groningers iedere dag, hè? Net als u. En er ligt hier gewoon een hele grote verantwoordelijkheid. En de Rijksoverheid is ook schatplichtig richting Groningen om hier echt recht te doen. Dus wat belangrijk is, is dat Groningen hoog op de agenda blijft staan in Den Haag. Dat hier recht zou moeten worden gedaan, dat er oplossingen zullen komen voor de mensen in hun individuele situaties. En daar moet nog heel erg veel werk in worden verzet. Er is al wel begonnen, maar er is nog heel veel meer nodig. Dus belangrijk is dat Groningen volop in de aandacht blijft staan, ook in Den Haag. En daar wil de ChristenUnie echt aan bijdragen. En zelf ben ik lid van de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. En als ik terugkom in de Kamer, dan hoop ik dat werk te kunnen voortzetten om die onderste steen boven te krijgen. Nu toverde Rutte ongeveer een week of twee geleden opeens een kerncentrale. Die kregen wij cadeau. Ja. Dat viel de Groningers toch wel heel rauw op hun dak. Ja, dat was een ongelooflijk grote vergissing, hopelijk, van de minister-president. Hij heeft hem gelukkig ook teruggenomen. Want het was zo ongevoelig naar de mensen in Groningen. En ook het gemak waarmee hij dat onder woorden bracht, dat we daar in Groningen wel op zaten te wachten. Dat doet pijn en dat voelt dan ook weer opnieuw als een klap in het gezicht van de mensen hier. Dus nee, die kerncentrale die komt niet hier. De ChristenUnie is daar echt geen voorstander van. Dus daar zullen wij ons ook echt tegen verzetten. En ik heb de indruk dat de minister-president spijt heeft als haren op zijn hoofd dat hij die opmerking heeft gemaakt. Laat hem dat maar duidelijk zijn geworden. Je zou zeggen, wat voor realiteitszin heeft die man eigenlijk? Ja, je vraagt je inderdaad af, heb je nou echt door wat hier leeft in Groningen bij de mensen?